Ik ben Gabriel Zwijnenberg, ik ben 12 jaar oud en ik woon in Enschede. Mijn sport is turnen en ik doe ook nog springen erbij. En ik doe het in Twello en hier ook nog in Zwolle. Het CEC is een topsporttalentschool. Alleen een unieke topsporttalentschool, want wij combineren topsport en onderwijs naadloos. Sport is een onderdeel van het lesprogramma op het CEC, waardoor leerlingen in de ochtenduren trainen en vervolgens hun onderwijs volgen. Ik train 9 keer per week, 24 uur in totaal in de week. En ik doe 1 keer per jaar mee aan de Nederlands kampioenschappen. Wat het CEC zo bijzonder maakt, is dat op deze school alleen maar jonge, talentvolle topsporters zitten. Dus het is een ambitieuze, sportieve omgeving waarin leerlingen uitgedaagd worden om hun sportieve ambities na te streven. Maar tegelijkertijd ook hun doelen gaan behalen die op onderwijsgebied gesteld worden. Mijn allergrootste droom is de Olympische Spelen en daarna iets winnen op vloer en sprong. Want dat zijn mijn favoriete toestellen en die vind ik ook heel erg leuk. En ja, 2020 lijkt me nog een beetje te vroeg, maar 2024 lijkt me wel een prima jaargetal. De rol van digitale hulpmiddelen binnen het CEC is erg groot. Vandaar ook dat wij in het leerlab zitten van Leerling 2020. Het leerlab is een samenwerking van 7 loodscholen. In deze samenwerking ontwikkelen we een digitale content wat plaats- en tijd-onafhankelijk leren maakt voor onze topsportleerlingen. Topsportleerlingen zijn er vaak niet, hebben schaarse tijd. Om die schaarse tijd in te zetten, willen we eigenlijk een content maken die 24/7 voor deze leerling beschikbaar is, waar ook ter wereld. Ja, het CEC richt zich primair op de sport en daaraan gekoppeld is het onderwijs. Alleen, sport kan niet zonder onderwijs en onderwijs kan niet zonder sport. Dus er is heel veel afstemming rondom de sporters, hun trainer, hun docent, om het in het totaalplaatje zo goed mogelijk voor de jongens te organiseren. Gabriel is een hele enthousiaste turner. Hij sport 's middags bij een club in Twello. En in de ochtenden volgt hij de training hier op het CEC. Daarna gaat hij naar school. 'S middags is hij uiterlijk 3:30 vrij om in de middag bij de club te kunnen trainen. En ook daar volgt hij 4 middagtrainingen en een zaterdagtraining. De rol van de digitale leermiddelen hier op school en ook dus van de digitale leeromgeving, die staat eigenlijk centraal. Alles draait om die digitale leeromgeving. De mogelijkheden die dit de leerlingen biedt is vooral dat onafhankelijk van de docent leren voor de verschillende vakken. En ook dus onafhankelijk van de locatie waar ze op dat moment zijn. Ik kan goed zelfstandig werken op deze school, want we hebben TLC-uren. Dat zijn zelfwerkuren, dan maak je huiswerk of dan leer je. En buitenschool dan gewoon thuis veel of in de trein. Ja, ik gebruik e-learna veel. Dat zijn gewoon voor een bepaald aantal vakken. En het is een soort van online werkboek waar je vragen kan maken en zelf kan nakijken en ook van anderen. En dat is dan voor een bepaald aantal vakken. En we hebben Studieflow, dat is voor rekenen en ook voor taal. We hebben Magister, ons rooster app. En dan heb je ook allemaal opdrachten van alle vakken. En we hebben Quizlet voor Engels en dat zijn eigenlijk woordjes oefenen. De mogelijkheden die digitale leeromgeving mij als docent biedt, is eigenlijk dat ik de controle heb op wat de leerlingen doen. Ik kan zien waar ze zijn qua stof, ik kan zien de opdrachten die ze gemaakt hebben, kan ik zien en ook de kwaliteit daarvan. Ik kan ze ook op afstand feedback geven op deze opdrachten, zodat ze ook weer verder kunnen en ook daarvan kunnen leren. Dus de controle met name aan de achterkant is gewoon een stuk groter dan dat je dat niet zou hebben. Dus dat is voor een docent is dat wel erg prettig. Nou ja, ik doe dus turnen en dat vind ik een hele leuke sport. En ik vind het een hele leuke school ook, omdat ik heel erg veel mijn sport nog meer kan beoefenen dan ik al kon. Ik zat hiervoor nog op een gewone basisschool en toen ik wou heel graag nog meer sporten, maar dat kon dus niet meer. Dus toen gingen we kijken naar een loodschool, in dit geval het CEC. Het CEC helpt Gabriel zijn droom waar te maken door het onderwijs zo aan te bieden dat hij in zijn onderwijstijd kan trainen. Ik help Gabriel om naast het turnen wat hij doet, om hem gewoon zo goed mogelijk te faciliteren hier op school, zodat hij en
vol kan gaan voor zijn droom om topturner te worden. Maar daarnaast ook hier op school gewoon de dingen die hij moet doen, ook gewoon op een goede manier kan gaan doen. En dus op een perfecte manier eigenlijk de sport en de school te kunnen combineren.